Hey, heb je dat ook? Dat je een airdrop van uw iPhone niet werkt? Of toch niet bij iedereen? Ik zal u uitleggen hoe je dat oplost. We gaan eerst eens een foto airdroppen. Je selecteert een foto, selecteer het deelsymbool linksonder en selecteer nu het airdrop symbool. En je ziet, er zijn geen personen gevonden om de foto mee te airdroppen. Waar moet je zeker voor zorgen? De Bluetooth en wifi moeten aanstaan op beide iPhones. En houd de iPhones dicht bij elkaar. Als dat oké is, kijk dan het volgende na op beide iPhones. Open instellingen, selecteer algemeen en selecteer nu airdrop. Als je zeker wilt zijn dat airdrop werkt, zet dan deze instelling op iedereen, op beide iPhones. Daarna zal je zien dat er al iemand gevonden wordt met airdrop. Selecteer het airdrop symbool en selecteer nu de persoon met wie je de foto wilt delen. Deze persoon moet alleen nog op accepteer drukken en de foto zal in de fotolijst verschijnen. Probeer het zelf ook maar eens. Succes! Abonneren, delen en reageren!